Ja, nou, de bio maakt ten aanzien van de prijsdiscussie die er al een hele tijd gaande is over bieren. Ja, naar mijn idee is er in al de publicaties en al de meningen die verteld worden overal, heeft nogal wat chaos tot gevolg gehad en wat ondoorzichtigheid. Ik heb het gevoel dat er nogal om de hete brei heen gedraaid wordt. En dat eigenlijk nooit dingen bij de naam genoemd worden. En naar mijn idee is het eigenlijk een niet zo heel moeilijk verhaal, omdat je eerst eens je af moet vragen waar de hoge bierprijzen eigenlijk vandaan komen. De hoogte van de bierprijs die is eigenlijk ontstaan in het 60, 70er jaren van de vorige eeuw. Toen het gebruikelijk was dat brouwerijen in relaties met cafés meer diensten dan alleen het bier leverden. Toen werd er op een gegeven moment werden er ondersteunende diensten gegeven in de zin van biertapinstallaties, koelingen, bedrijfsinrichtingen. En dat ging verder tot ze langzaam voor een groot deel de rol van de bank overnamen. En dat in ruil voor afnameverplichtingen. Nou. Het is eigenlijk, kregen ze toen hetzelfde als een bank. Als er op een gegeven moment een dienst geleverd wordt waar een bepaald bedrag mee gerelateerd was, dan was het op een gegeven moment zo dat gewoon op rendementsberekeningen werd er een opslag op de bierprijs gedaan. Omdat daarmee terug te betalen in feite. Nou, op het moment dat je die situatie algemeen wordt, krijg je het prijsniveau stijgend van toen met name de pilsmarkt. Want pils was het grote verhaal waar het over ging. Nou, toen in de 90er jaren is daar verzet tegengekomen. Toen is er veel kapitaalsvernietiging heeft er plaatsgevonden. Waardoor men minder, en er kwamen ontwikkelingen op Europees niveau, waardoor drankverplichtingen onder druk kwamen te staan. Dat kreeg juridische haken en ogen. En toen is op een gegeven moment, zijn die diensten steeds teruggelopen. Maar de prijs die is op hetzelfde niveau gebleven. Dus er bleef eigenlijk een soort luchtbel in de prijs zitten die eigenlijk waar niemand er meer over had en die gewoon prettig geënt werd door de brouwerijen. Nou. De zeepbel die ontstaat en daar is men eigenlijk mee blijven zitten. De onwetendheid van mijn collega's over dat verhaal en dat die bierprijs dus eigenlijk niet kloppend is. Want heeft mij ertoe gebracht dat we eigenlijk terug moeten naar een literprijs van bier. Hè? Als je op een gegeven moment bekijkt dat wat bier eigenlijk kost. Je kunt het zien bij de prijsvechters. Die leveren bier aan rond €1,25, €1,50 per liter. Nou, en dat zijn de prijzen die eigenlijk, waar bier maken op zichzelf is niet zo heel duur. Nou, en die eigenlijk de standaard zouden moeten zijn. Alles wat daarboven zit is onduidelijkheid eigenlijk. En dat zou er tussenuit gehaald moeten worden. Dat blijft hangen nu bij de brouwers. Dat blijft bij de grote brouwers blijft dat nog steeds hangen en wordt dat teruggegeven door degene die om korting vragen en op korting aandringen. Het is op een gegeven moment zo, als ik geen verplichting met een brouwerij heb, zoals in mijn situatie, ik heb een eigen pand en ik kan dus eigenlijk vrij onderhandelen met iedereen die hier moet leveren. Nou, op dat moment en ik... kennende de geschiedenis ben ik ook steeds meer ertoe gekomen dat ik ga inzetten op het praten over een literprijs van bier. Niet over hectoliterkortingen, niet over staffelkortingen. Het maakt het alleen maar onduidelijker, moeilijker berekenbaar en minder controleerbaar en minder transparant. Het is gewoon eigenlijk, zou het denk ik het ideale zijn als je per situatie gewoon bekijkt. Als een brouwerij nou zou zeggen van we willen bier verkopen en we hebben daar drie prijzen voor. Dat is een kale bierprijs. Dan ga je uit van iets van 1,25 tot 1,75 per liter.
Je hebt, wil je diensten, wil je promo erbij hebben, wil je een tapinstallatie erbij geregeld hebben, dan komt daar een opslag van een paar dubbeltjes bij. En wil je het volle pakket hebben, wil je ons bij de bedrijfstart geholpen worden en ondersteund worden met een bepaalde financiële borgstelling of dergelijke, dan is het zo dat daar een hogere bierprijs aan gekoppeld is. Vertel dat duidelijk, laat dat duidelijk zien en dan weet iedereen waar hij aan toe is. Kan die vrij voor kiezen, hangt daar geen verplichtingen aan, maar zorg dat de kwaliteit van de producten die je levert goed is en dat eigenlijk de reden is waarom dat ze je spullen willen hebben. Ik wil helemaal niet van kwaadwilligheid in die zin uitgaan. We zitten natuurlijk met een gemeenschappelijk belang, hè? En dat moet eigenlijk naartoe. Daar moeten we naartoe. We moeten samen de horecabranche invulling geven. En in ieder segment waar we zelf in zitten, ons inkomen hebben. En ons onze centen verdienen. Nou, het is wel zo dat het waarschijnlijk wel goed uitkomt voor de brouwer dat die onbewustheid en die scheefheid van de situatie er is. He, want laten we wel wezen, als ik mijn collega's bekijk en ik lees in het Miset Horeca dat 62% van mijn collega's niet bereid is om openheid te geven over de bierprijzen. Dan denk ik van waar zijn we mee bezig? Wat is dat? Is dat kruideniersdenken? Is dat bang voor concurrentie? En ik vind dat we bij een openheid van zaken beter gebaat zijn. Het zou zo kunnen zijn dat wij onze consumentenprijzen omlaag zouden kunnen doen. Het zou zo, daarmee zouden we het mee kunnen stimuleren om het horecabezoek in ieder geval niet te laten teruglopen op basis van te hoge prijzen. Wat we nu eigenlijk gaan doen. We zijn gezamenlijk een beetje de poten onder ons eigen vandaan aan het zagen. En ik denk dat dat als we die gezamenlijkheid en dat streven naar een wat professionalisering van ons vak en onze vakbewustheid eigenlijk, dat we daar toch meer bereiken op de lange termijn dan dat we nu doen. Je bent een kleine partij tegenover zo'n grote clubs als de grote brouwerijconcerns. Maar aan de andere kant weten zij ook wel dat er geen onredelijkheid in mijn verhaal zit. Zij weten ook wel dat het zo werkt, want het functioneert al jaren zo. En het punt is dat ik eigenlijk vind dat bij een professionele invulling van mijn vak, dat standpunt hoort, dat ik daarbij door een goed rendement en een goede continuïteit in mijn verhaal te houden, dat ik daar mijn carrièresperspectief mee in kan vullen. Dat ik ook gericht pensioen moet denken daarin. En dat zijn allemaal zaken die daarbij meespelen. Wat ik in het begin verteld heb, het feit dat de scheefgroei in de bierprijs ontstaan is door de situatie die er aan het eind vorige eeuw was, dat vind ik nergens terug. De erkenning, het praten over de prijzen, dat vind ik nergens terug. Het gaat allemaal een beetje eromheen draaiend, een beetje beschuldigend, een beetje de slechte bedoelingen van de brouwerijen ten opzichte van. Het is, kijk, ik heb de verplichting om mijn markt te kennen ook, waar ik op opereer. En ik vind ook dat ik gelijkwaardig met brouwers moet kunnen communiceren. En daar kunnen we gewoon zakelijke gesprekken en onderhandelingen in voeren. En dan tot conclusies komen die de afspraken vormen. Nou, en meer is het niet als dat. En ik vind dat Horeca Nederland het belang van de caféhouder moet verdedigen in deze. Ik vind dat ze dat goed doen. Ik vind dat ze de marktonderzoeken die ze gedaan hebben, dat ze die kunnen bijdragen. Maar ook daar moet specifiek over prijzen gepraat worden. En niet... Dat mis je? Ja, dat mis ik eigenlijk wel. Kijk, ik stel daarnet dat ik een uitgangspunt van literprijzen, dat ik dat eigenlijk de meest duidelijke, meest heldere situatie vind.
En daar, ik hoor iedereen over firstprijzen, tankbierprijzen, kratprijzen. En daaraan gekoppeld hectoliterkortingen, staffelkortingen, weet ik wat voor zoveel plus 1, plus 2. Kijk, het punt is, je kunt het allemaal terugrekenen naar percentages. En je kunt het allemaal terugrekenen naar literprijzen. En dat is het meest heldere. Nou, ik kijk als belangenverenigingsvertegenwoordiger en een klein beetje vanuit een vakbonds, werkgeversbond, traditie denkend, is dat natuurlijk een logisch verhaal dat ontstaat. Of het strategisch slim is een ander verhaal. Ik denk, maar aan de andere kant denk ik het lichtgeraakte reactie van de brouwers daarop. Doet mij ook een klein beetje neigen naar de gedachte dat goed uitkomt om de hete brei heen te blijven draaien. Het is natuurlijk niet zo dat... We zijn volwassen mensen. Als we allebei erkennen dat zaken liggen zoals ik ze net heb proberen te schetsen, dan is het voor de hand liggend dat je daar ook uit moet kunnen komen. Natuurlijk weet ik ook dat op het moment dat daar gesteld wordt van ja, dat is jaren en jaren scheef gegaan. Dat je natuurlijk op moet letten wat je zegt, en anders voordat je weet, hey, claims in je broek van heb ik jou, daar is niet meer op te brengen wat er dan terugbetaald zou moeten worden. Ik denk ook dat dat het een heel moeilijk verhaal is om daar in die sfeer stappen te zetten, omdat dat praktijk leert dat toch niet gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat je af kunt spreken met elkaar dat we bakens herzetten, dat we de transparantie zoals ik daarnet probeer uit te leggen, dat we die gaan nastreven en dat we dan bijvoorbeeld kiezen voor het feit, het voorstel wat ik op tafel legde van die drie deling in de prijzen of een differentiatie in dienstaanbieding en product in combinatie met de productaanbieding en dat zijn weerslag in de bierprijzen heeft. Maar dan moeten we wel voor allemaal hetzelfde doen en dan moeten we wel voor bijvoorbeeld mensen die toevallig een huurcontract bij de leverancier hebben ineens een andere prijs opleggen waardoor zijn concurrentiepositie bijvoorbeeld al naar de knoppen is. Ik vind dat we gelijk met elkaar moeten concurreren en dat eigenlijk de inkoopvoorwaarden voor de hele horeca hetzelfde zou moeten zijn. Kijk, er zit altijd wel een nuance en een margeverschil in. Want laten we wel wezen, tussen de brouwer en de kastelein staat nou natuurlijk ook nog de drankenhandel. En vele vormen en variaties die ook lopen mee te snoepen en mee te knabbelen aan prijzen. En je binnenhalen met een leuke kortingsaanbieding. Of wat en vervolgens via de achterdeur, via de prijzen weer terug gaan halen. Die dingen gebeuren ook. Maar het is gewoon van tweeërlei. Uitgaan van een reële literprijs en die koppelen aan de geleverde diensten die erbij komen en dan tot horecaprijzen komen. Ik denk dat de grootste partij die de eerste stap daarin zal zetten, spekkoper is. Waarom? Omdat die het gemeenschappelijke en het positieve en het toekomstgerichte beeld oproept. Kijk, dat er in het verleden zaken scheef gegooid zijn, dat denk ik dat ik dat wel aangetoond heb. Maar dat... we naar de toekomst positief verder moeten en samen deze branche moeten invullen, levendig houden en een bron van inkomsten moeten laten zijn voor ons allemaal, dat maakt dat we daar samen de schouders onder moeten zetten. De signalen, anders dan dat ik er straks zei dat men mij gelijk geeft in mijn argumentatie, als ik het in gesprekken en onderhandelingen op tafel leg, doen mij vermoeden dat men wel zou willen, maar men niet durft. De effecten op het vrijkomen van allerlei relaties zijn natuurlijk groot. Vooral met name voor degenen die de grootste marktaandelen hebben.
Maar ja, dat zijn denk ik beleidstechnische en strategische keuzes die ze voor de toekomst moeten maken. Dat men deze discussies slepend is. Kijk, dat van de week lees ik op de site van Miset dat minister Kamp zegt dat de mededingingsautoriteit geen reden ziet om in te grijpen in het bierprijzenverhaal. Nou, dat kan wel geconcludeerd worden dat daarmee de discussie klaar is, maar dat is niet zo. De onvrede van en de ongelijkheid en het weten dat er verschillende prijzen gehanteerd worden, dat blijft knabbelen. En naarmate de contacten tussen de ondernemers intenser worden of makkelijker worden via sociale media. Want bijvoorbeeld via sociale media leer ik dat er afspraken gemaakt worden dat er 100% korting gegeven wordt op de bierprijs. Dat er 1-op-1 gedaan wordt. Of 1-op-1 afspraken gemaakt worden. Nou, dan kan ik in mijn eigen situatie terugredeneren, kan uit gaan rekenen hoe mijn situatie in de markt staat. Of mijn afspraken in de markt staan. Dus dan kan ik gewoon uit gaan rekenen van, zit ik nog goed of vind ik niet goed. Nou, en die mechanismen die gaan meer en meer spelen. En het feit dat ik hier dit vertel, zal en iemand dat een keer ziet, die zal ook gaan denken van, hey, doe ik het wel goed of doe ik het, kan ik het niet slimmer aanpakken of niet beter aanpakken. De ontwikkeling is al dat de bindingen steeds korter en flexibeler aan het worden zijn. De insteek van partijen is al dat men zegt van iedereen kan bij ons zo, hè, we hebben geen bindingen meer. Maar de praktijk is nog iets anders. En het feit dat intenties en ideale situaties meer naar de praktijk gebracht worden, dat is wat er moet gebeuren in de toekomst. En wat op een gegeven moment gaat gebeuren, dat kun je niet tegenhouden. Ik denk dat er de transparantie tegen wil en dank toch zal toenemen. En ik denk dat er dan toch een grotere partij zal zijn die ervoor zal kiezen om totale transparantie te geven. En dan volgt het iedereen, denk ik. Is dat de sleutel voor het overbreken van de markt? Ik denk het wel. Ik denk als iedereen gewoon helderheid geeft en iedereen de voorwaarden naast elkaar. Kijk, als wij als inkopers, als caféhouders, als horecamensen gezamenlijk overleggen en gezamenlijk dit probleem op tafel leggen, dan denk ik dat brouwerijen niet anders meer kunnen dan volgen.